Dit is het strijdtoneel van de hel geweest. De toegangswegen naar de Baltsewo liggen bezaaid met uiteengereten voertuigen en verwrongen staal. De rit naar het centrum is onheilspellend. Alsof de stilte zo kan omslaan in oorverdovende explosies. De kruiddampen zijn nog niet opgetrokken of de bewoners wagen zich op straat. Ze dringen voor vers brood. Dat hebben ze hier al lang niet meer gezien. Ook wordt er hout gesprokkeld. Пятые сутки хлеба нету и воды не подвозят. Воды нет. We lopen mee de schuilkelder in. De atoombunker uit de Koude Oorlog heeft de achterblijvers hier het leven gered. Binnen is het vol met uitgeputte mensen, moe, maar ook woest. Посмотрите, что они сделали с городом. Твари, фашисты, нацисты. Вы с ними должны бороться и показывать людям всем, что делают фашисты и нацисты. Вот так вот. А мы здесь сидим. In de kelder onder een van de overheidsgebouwen in het centrum van de Baltsewo wonen zo'n 140 volwassenen en 20 kinderen. Veel mensen wonen er al sinds afgelopen zomer. Het is hier niet te harde. In het centrum is om elk gebouw hard gevochten. De eerste hulpdiensten hebben tenten opgezet en beginnen met puinruimen. Ook de veldkeuken is gearriveerd, net als de kersverse burgemeester. Сейчас я мэр города. Бывший военный, теперь просто мэр города. Een doorzeefde auto staat nog in de weg. Af en toe hoor je doffe knallen in de verte, maar in het centrum is het stil. Soldaten maken van de gelegenheid gebruik de patronen aan te vullen en op adem te komen. Op het menu staat kip met keihard gekookte eieren. Когда человек вышел на балкон покурить и подъезд рухнул, а он на балконе представленный остался, ну, кирпичная стена к нему балкон, и он остался в трусах с сигаретой, а все погибли его родные. Вот это страшно. А солдаты это... Машины где-то есть. Солдаты воюют, они для этого и брали оружие, они к этому шли, ну, то есть... Конечно, тоже страшно, но это жизнь солдата такая. Rondom de stad zijn tal van troepenverplaatsingen op gang gekomen. De stemming is goed onder de soldaten. Op dit moment zijn de separatisten aan de winnende hand. Ik ben blij dat we deze stad hebben gepakt. En we nemen het verder. We nemen alles van ons. Wat ons is, dat nemen we alles. En hoe gaat het nu, Slavjan? Ik weet het niet. Wat er gebeurt. Waar ze niet zijn, gaan we ze nemen. De slag om de Baltsewo is gestreden, maar de oorlog lijkt nog niet voorbij. Fascistas!